Ja, coëfficiënt met Aten. Gaan we weer even over die coëfficiënten. En door die strafschoppenloterijen van Ajax hebben we weer toch een positief coëfficiëntje erbij. Aad, hoe kijk jij nu terug op die wedstrijd van Ajax? Ben je vooral erg blij en opgelucht? Of ben je nog wel kritisch op het vertoonde spel? Ik ben blij voor het Nederlandse voetbal dat Ajax natuurlijk door is. Dat betekent ook dat Ajax op zeker Europees voetbal speelt volgend seizoen. Dat is goed voor de coëfficiënt sowieso. Ik had niet verwacht dat Ajax zoveel beter zou spelen. Er zijn nog te veel zwakke punten in het elftal. Ik bedoel, Baas is natuurlijk een jongen die het aardig heeft gedaan in het begin van het seizoen. Maar dat wordt geen vaste waarde bij Ajax. Daar is hij toch te matig voor. Aan de bal is hij heel goed. Maar verdedigend wordt dat toch een probleem. Rensje blijft ook een probleem. Dat is ook geen goede verdediger. Het is goed dat Pasveer nu met Soetelo de verdediging toch wel in de handen heeft. Maar de kwetsbaarheid bij Ajax blijft enorm. En ja, er gaat nog een hoop gebeuren op de transfermarkt, denk ik. Ajax heeft Ook nog niet het daar, elftal gevonden waarmee ze potten kunnen breken. ja. Nee. En dan ja, moet je toch al staan in die voorronde van de play-offs van de Europa League. En de volgende tegenstander is de kampioen van Polen. Kan jij hem uitspreken, Aad? Jacqueline, dat is een beetje. Jagolina. Jagolina, zoiets, ja. Jagolina, Jacqueline, dat is een denk beetje ik. de naam. Ik denk dat we niet veel mensen de kwaliteiten. Maar ja, als je kampioen van Polen wordt, ja, dan heb je wel kwaliteiten. We hebben hier Legia Warschau tegen AZ. Dat was ook geen makkelijk ploeg om te verslaan. Zelfs AZ heeft daar verloren in Warschau. Dus. Voordeel is dat ze eerst donderdag naar Polen reizen. En dat ze, als het even op straat zou zijn, dat ze dat hier kunnen repareren in de arena die week erop. Kijk, dus dat weten we alvast. Heb je alvast een uitslag, denk je? Laten we zeggen, wat zou de beste uitslag zijn om daar te boeken? Nou, ik denk dat Ajax in uitwedstrijden toch altijd op de counter gevaarlijker is dan als ze zelf het spel moeten maken. Ah, ze Ze hebben beter genoeg dus. snelheid, ze hebben genoeg techniek. En ik denk dat ze met Kuts en met Berghuis, die steeds beter in vorm raakten, hè, dat de buitenkanten goed bezet zijn. Forbes vind ik een blinde, daar heb ik niks aan. Dat is te weinig voor Ajax. Maar ja, misschien goed samenspel met Kroes voor de etalage, dat ze deze jongens allemaal toch laten spelen. Maar Ajax zal wel sterker worden, zal daar een goede uitslag neer kunnen zetten. Een goede uitslag zou zijn 1-2. Of een gelijkspel 1-2. 1-1. Oké, schrijven we. En wat denk je dan als we gaan mogen kiezen? 1-1 of 1-2? Ik denk een gelijkspelletje 1-1. Kijk, 1-1. Schrijven we op, noteren we weer.